dit jaar muziekvereniging Concordia 90 jaar bestaan. Een jaar vol evenementen natuurlijk. 25 januari hebben we al een mooie receptie gehad hier in Cultuurhuis de Talter. Het was boordevol, heel veel oudleden, heel veel mensen vanuit de bevolking die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om ons te feliciteren daarmee. Toen was ook gelijk de opening van de foto-expositie die tot half maart in Cultuurhuis de Talter plaats zal vinden. Nou, ik zei al, tal van evenementen. 1 maart hebben we een fantastische jeugdmuziekavond met als thema Ik hou van Holland. De jeugdorkest en de slagwerkgroep zullen met elkaar in competitie gaan met het format van Ik hou van Holland. Ongetwijfeld verrassende elementen daarin. Maar ook de focus voor ons is 29 maart, want dan gaan we op zoek naar een nieuwe dirigent voor ons orkest. We hebben 4 Oldebroekers gevraagd of die bereid willen zijn, bekende Oldebroekers, die bereid willen zijn om ons orkest te gaan dirigeren. Nou, dat zijn Carlo van Dijk, de wethouder van cultuur in Oldebroek. Jacco van der Bos, dat is de voorzitter van OIAS. Nana Schoonhoven, de burgemeester uit Oosterwolde, van Oosterwolde. En Yvonne Rigeau. Dat is de doktersassistent van Dokterspraktijk Oost hier in Oldebroek. 8 juli hebben we een promenadeconcert bij Zorgcentrum De Hullen. Wordt ook een mooi evenement, openluchtevenement met alle onderdelen van de vereniging. En in het najaar hebben we 15 november een groots jubileumconcert met overdag ook nog activiteiten. Maestro, 29 maart, dus daar moeten ze dus echt gaan strijden om die titel van dirigent van Concordia, de maestro van Concordia. Ze krijgen de opdracht om op deze avond 2 muziekwerken te gaan uitvoeren met ons orkest, met het A-orkest van Concordia. Het zal een meer populair nummer zijn en een klassiek werk. Voorbereiding daarvoor zijn een keer een instructieavond met onze dirigent Marten van der Wal. Marten van der Wal die zal ze instrueren met een stukje dirigeertechniek. Daarna zullen er 2 avonden zijn waarop ze bij het orkest komen om dan ook werkelijk te gaan oefenen met het orkest. Nou, we hopen dat het een mooi evenement wordt. Een beetje strijd in. Bovenal natuurlijk dat de kandidaten veel plezier hebben met elkaar, met onze dirigent, met het orkest.